Op 10 februari gaat de Drie Biggetjes in première in Gent. Twintig jaar na Christel Verbeke, Karen Damen en Kathleen Aarts kruipen de Pellezien, Hanne Verbruggen en Julia Bosman in de huid van Biggetjes Knirri, Knarri en Knorri. Voor de k 3 s belooft het een enorm intensieve periode te worden. In Vlaanderen staan in Gent, Hasselt, Brugge en Antwerpen maar liefst 63 shows gepland. Tegelijkertijd is de musical ook 42 keer in Nederland te zien. De laatste show staat gepland op 16 juni. Vooral voor K3'tje Hanne zal het puzzelen worden. Zij werd op 14 november namelijk voor het eerst mama. Zoontje Julien is intussen al 11 maanden oud. Hoe ze het zal aanpakken, weet ze nog niet goed, maar ze maakt zich geen zorgen. Julien, afgelopen tour is dat ook wel gelukt. Julian is soms meegeweest, backstage. Dus ik denk dat die af en toe wel mee gaat komen en achter de schermen zal zijn, zegt Hannah aan HLN Showbiz. Dat is nu ook altijd gelukt. Dus ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Ik word daar ook wel heel hard in gesteund en in de week heb ik altijd wel tijd om in te halen en een beetje uit te rusten. Dus ja, dan is dat een beetje verschuiven van de week. Hij gaat in het weekend waarschijnlijk gewoon meekomen en kijken. En dan ben ik op maandag en dinsdag thuis, en dan kan ik gewoon mama zijn, al dus Hanne verbruggen.